Heb je zin weer in een nieuw menu van HelloFresh? Ja, sowieso. Het zijn niet één doos, maar twee dozen. Dit is de familie Oudzoorn. Hoi. 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 We werken allebei en met twee jongens, Valentijn en Julian van 4 en 6, is het leven gewoon heel erg druk. Eigenlijk niet eerst thuis, want hier gaan we het eerst koken. Nou, ik ben verdacht vaak eerder thuis. Hè? Wil je zeggen dat jij meer kookt? Ja. Gadver. En dit is de familie van Meer. Hoi. Ik ben Daniela, ik ben 46 jaar. Ik ben 26 jaar getrouwd met Ad. En wij hebben 5 kinderen. Ja, eten koken voor een groot gezin is niet altijd even makkelijk. Iedereen heeft een andere smaak en de een wil dit niet eten, de ander wil dat niet eten. Dus het is wel een hele klus. De families gaan beginnen aan de HelloFresh proefweek. Zij mogen 5 gerechten voor de komende week uitkiezen die hen lekker lijken. Best wel veel gerechten, vind je? Ja. Deze ziet er ook wel lekker uit. Ik lust geen kaas. Kan ik voor jou zonder kaas maken? Wilde, ga ik ze bestellen nou? Het wordt tussen 6 en 8:30. Zullen we dat gewoon doen? Even opslaan en verzenden. Ja. Nou, hebben we het besteld. Makkie. Nou. Het is tijd dat de families elkaar gaan ontmoeten om de nodige tips en adviezen uit te wisselen. Hallo. Alles goed? Waar komen jullie vandaan? Uit Roosendaal, Brabant. Oh. En jullie? Leiden, Zuid-Holland. Toch een stukje uit elkaar. Ja. Terwijl de families lekker aan het kletsen zijn, hebben wij nog een kleine verrassing voor ze. Beste HelloFreshers, verrassing. Van de 5 gerechten die jullie voor de komende week hebben gekozen, zullen jullie 1 gerecht met elkaar moeten ruilen. In deze envelop zitten de receptenkaarten van jullie gerechten. Succes en heel veel verrassend eetplezier de komende week. Oeh, spannend. De tomaat zit erin, hè? Maar dat is de burger, de... Geluks. Goed zo. En die willen we houden, hè? Ja. Wij hebben de biefstukpuntjes die we wel willen ruilen. Nou, dat krijgen jullie van ons kapsalon. Gaan jullie daar ook mee akkoord? Ja. Ja. De HelloFresh Week kan beginnen. Beide families hebben een vlogcamera meegekregen om hun ervaring vast te leggen. Kijk, zo doet iemand. Succes! Laten we maar gewoon even lopen. Vandaag is de eerste dag. Dus we weten ook helemaal niet wat we nou vanavond eigenlijk gaan eten. Ja. Lekker. En dan zullen we zien wat we gaan doen. Ik kreeg een sms'je dat onze box binnen nu en een half uurtje bezorgd gaat worden. Pieter is onderweg om jouw box te bezorgen. Dag. Kijk, daar komt die box. Zijn niet 1 doos, maar 2 dozen. Zo. Nou, dan wordt eten, jongens. Oh, lekker. Is dat een courgette of is dat een... Courgette. Zo. Het lijkt wel een beetje op Sinterklaas, hè, jongens. En lekkere broodjes. Allemaal gerechten, stapsgewijs hoe je dingen moet klaarmaken. Als allereerst hebben we dit. En dan krijgen we nog een lekker broodje. Schelvis met zelfgemaakte kruiden roomkaas. Straks zo uit kan zien. Nou, vertrek, gaan we beginnen. Succes, Marie-Louise. Benieuwd of het gerecht er ook precies zo uit komt te zien. Oh, nou. Hoe toevallig is dit? We hebben gewoon een hart. Lekker misgaan hier, Jan. Weet je nog hoe het heet? Nee. Kruidenboter. Ja, kruidenroomboter. Heel goed. Nou, Kenna is lekker de spekjes aan het bakken. Om goed te komen, gaan we eens even kijken hoe het hier met de hulp zit. De hulptroepen. Hartstikke goed bezig. Het is gezellig hier in de keuken. Ja, allemaal hulpkoks en zo, dus dat is helemaal super. De stukjes kabeljauw zijn wel wat kleiner geworden dan... Dat is op het plaatje doen, maar het ruikt, ja. Hebben ze kapot gemaakt? Ja, dat zijn mijn kwaliteiten. De salade is klaar. Wow, dat ziet er echt lekker uit. Dan gaan we nu het laatste bord serveren en dan gaan we kijken wat we ervan vinden. En weet je dat het ook wel makkelijk is? Deze aardappeltjes zijn heel goed te schillen. Dat ook bij. Ik denk dat we best wel snel hebben klaar kunnen maken. Deze zijn echt lekker. Ja, aardappels dat? Ja. Ja, dat is makkelijk. Maar anders. Maar hoe kon jij het bijvoorbeeld weer was? Ja, ik zou het wel vaak wel eten en lekker was het. Help je de volgende keer mee? Ha, dat vind ik een goeie. Nou, HelloFresh is het resultaat wat over is gebleven na ons eten. De eerste dag zit erop. Hij is heel goed bevallen. Iedereen is lekker aan het uitbuiken. Dus dat was hem voor vandaag. Het is alweer dag 2, de dag van het geruilde gerecht. Benieuwd wat ze daarvan gaan vinden. Dan zijn we nu klaar. Om naar school te gaan. Gaan jullie mee? Ja. Dit is de tweede dag, toch? Van HelloFresh. En vandaag gaan we voor de biefstukpuntjes in soja ketchup dressing met rijst en pak soi. Het wordt een heerlijk gerechtje, dat weet ik zeker. We gaan... Oh!
kapsalon. Concentratie. Wat een concentratie. Reepjes. Lekker bezig hoor. Lijkt het een beetje op... Ja, dat is mama's frietjes. Ja. Nou, ik denk dat ik er weinig aan moet snijden, want ze zijn allemaal mooie gelijke stukjes. Biefstukjes, die liggen lekker in de marinade. Dat is toch lekker. Heb je zin weer in een nieuw menu van HelloFresh? Ja, sowieso. School toe, een kleine meisje tegemoet. Nou, daar is ze dan. Wij gaan lekker naar huis. Smakelijk allemaal. Nou, we gaan hem er wel vinden. Tada! Tada! Dat. Dat is patat. Hoe smaakt die Julemans? Ja, lekker. Ja, lekker. Weet je, ik word echt super blij dat de kinderen gewoon zo goed eten. Dus wat dat betreft ben ik ook wel verrast. Omdat je, als je zeg maar zelf koopt, pak je toch heel makkelijk naar de standaard gerechten. Aardappels, groente, vlees of een pasta of rijst. Dit of... is altijd het makkelijkste, weet je wel. Steek er wat meer aan. Yeah. Ja, precies. Jason, vertel eens, hoe bevalt de gerelde kapsalon? Kapsalon met gyros is echt super leuk voor de kinderen. Ik vond het zelf iets minder dan dag 1. Ik vond dag 1 toch nog tot nu toe het lekkerste. En we gaan zien wat dag 3 gaat brengen morgen. Vandaag is proefdag nummer 3. Nou, na mijn lunch met mijn dochter heb ik de kindjes opgehaald. En dan kreeg ik nog een verrassingsbezoekje van mijn oudste zoon. Hey, Barbara, schat, weet je wat ik met de familie in de meer heb afgesproken? Is dat we dus tussentijds eventjes een foto sturen via de WhatsApp. Leuk. En ook even laten zien hoe het bij ons thuis er aan toe gaat. Het was gewoon gelijk heel leuk contact. We hebben gelijk even wat hele andere recepten. Iets met schelpjes en dat zag ook heel lekker uit. Ja, heerlijk. De sla is echt heel knapperig. Hoe vinden jullie het, jongens? Lekker. Hey, hallo. Dit was de derde avond. En we gaan nu lekker naar bed, hè? Ja. Ook vader Ad staat in deze dagen een keer in de keuken. Voor een bakje koffie. We zitten vandaag alweer op de vierde dag. Goedemorgen, u had koffie besteld. Ja, lekker. Het is super lekker weer. Het is ook wel echt lekker weer voor een salade. En vandaag ben ik aan de beurt. Ik mag gaan koken. Ik mag jullie gaan overtreffen met een heerlijke linzensalade. Als eerste verwarm de oven op 200 graden. Nou, we gaan van deze zaterdags even lekker genieten. Dus wij gaan op schoenenjacht. Nou, dan zeggen ze dat wij vrouwen lastig zijn met schoenen kopen. De dames zijn al geslaagd. De heren daarentegen, die hebben wat meer tijd nodig. De oudste zoon Ezio probeert ook eens te vloggen. Ja, klopt ie. Zoek de verschillen. Picobello. We hebben net lekker gegeten. We hebben de mannen die hebben aan de afwas gezet. En ondertussen gearriveerd op het hondenspeelveldje. We laten niet alleen de honden uit, maar ook de kinderen. Dus die zijn vanavond als het goed is ook lekker moe. De Bulgur linzensalade met blauwe kaas staat bij ons echt op nummer 1. En een aanrader. Een aanrader. Yes, okay. Nou. Tot morgen maar weer. Dag de vijfde dag alweer. Dag 5. Hamburgers met... Broodjes. Met broodjes. Hoi, zijn jullie ook al begonnen? Hier gaat het laatste dagboekgedeelte in en daarna gaan we koken. Succes voor jullie. Vanavond gaan we voor de... Gaan we met bosparsen de pesto. Jij bent een beetje de broccoli en jij bent een beetje de bloemkool. Of de worteltjes met jouw oranje trui. Oeh, dit ziet er heel lekker uit. Eerste reactie. Goed. Goed. Ja? Ja. Deze heb voor mij de burger wel overtroffen. Zo, zeg dat wel. Ja. Nou, nu even terugblikken over vandaag, maar ook eigenlijk over de hele week. Nee. Waar ik eigenlijk meest tegen op zie hier volgende week. Dus dat ik gewoon weer boodschappen moet gaan doen, dat ik weer naar de supermarkt moet. Ja, echt wel een soort bijna echt, gewoon restaurant eten. Ja, restaurantwaardig. Waardig eten allemaal. Ja, weer een leuke ervaring. Ja, ook eigenlijk suggesties krijgen van wat je met een bepaald product kan. Wat variaties eigenlijk in de manier van koken. Maar het is geen kant-en-klaar maaltijd. Je bent echt, de producten zijn echt wel heel erg vers en kwalitatief ook heel goed. Het is wel even wennen om jezelf zo te zien. Maar jullie zullen ons inmiddels wel heel goed kennen. Nee, het was een hele leuke week. Proost. Doei, HelloFresh. Bye-bye. Jullie ook bedankt. En wie weet tot snel. Ook zin in HelloFresh? Bestel jouw box op HelloFresh.nl.